Baby, I don't deserve it, but I'll give you all I got and I'll make it. Zing ik wel eens in bad? Eén bad. Zing ik wel eens in bad? Eén bad! Nee, oké. Zing ik wel eens in bad? Ik heb geen bad, maar ik zing wel onder de douche. Koken of thuis bezorgd. Ik kan niet echt fantastisch koken. Ik kan een eitje bakken en popcorn maken, dat is het. Dus thuis bezorgd. Wat doe ik over 10 jaar? Muziek maken. Heb ik een verborgen talent? Nee. Wat is de eerste single die ik kocht? Ik heb nooit echt singles gekocht, want ik had vroeger geen geld. Mijn ouders die kochten volgens mij wel Gareth Gates, Stupid Mistake of zo. Ja. Wat mogen jullie absoluut niet van mij weten? Ik ben best wel open en mag alles weten. Hoe zou je je eigen kledingstijl omschrijven? De meeste dingen zijn gekocht door een ander. Yoga of bootcamp? Lekker lie in bed. Welk nummer van mijn held zou ik nog een keer op willen nemen? Ik denk dat Ryan Tedder mijn held is en ik zou dan Apologize opnemen. Ballad of uptempo, midtempo. Heb ik een vast ritueel voor een optreden? Heel zenuwachtig zijn. Wie vind ik de meest stijlvolle persoon? Kanye West. Stad of platteland? Altijd stad. Liedjes schrijven of optreden? Ik hou er heel erg van als een liedje af is, dus optreden. Podium of in de studio? Is dat niet een beetje dezelfde vraag? Nee hè? Maar dat is wel raar als... Oké. Podium of in de studio? In de studio. Ja, maar daarom vond ik het... In mijn hoofd was het dezelfde vraag en vond ik het raar als ik een ander antwoord op zou geven. Tekst of melodie? Het een kan niet zonder het ander. Maar als ik moet kiezen, tekst. Kickboksen of gewoon boksen? Gewoon boksen. Vind ik een mooiere sport. De Kuip of de Arena? Philips Stadion. Noem 3 dingen waar je een hekel aan hebt. Niet hygiënisch zijn. Dat ik niet weet hoe ik hygiënisch uit moet spreken. Daar heb ik nog meer een hekel aan. Roddelen. Nooit meer muziek maken of nooit meer zingen? Nooit meer zingen. Pijnlijk. Pijnlijk om het te zeggen gewoon. Noem 3 dingen waar je van houdt. Popliedjes, slapen, koffie. Nice. Wat is je lievelingseten? Mijn lievelingseten is... een durum kipsjes. Een durum kipsjes. Kebab. Mijn lievelingseten is kebab. Ik ben zojuist onder vuur genomen door You Music. Ik was Harris. Ik ben nog steeds Harris. Bedankt voor het kijken. Nee, hoe heet ik nu? Hoe heet dat fotoding?